Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe YouTube-video. Nou, in het verleden heb ik uh, deze video gemaakt die heet uh, Geld overhouden met een laag inkomen. Nou, inmiddels uh, heb ik een uh, modaal inkomen en heb ik eigenlijk een, uh, een geüpdate uh, sheet voor jullie gemaakt met weer wat, uh, wat uitleg, ook weer een, uh, een nummersheet. Maar uh, om dat een beetje te begrijpen, is het wel handig om eerst deze video te kijken. Ik zal deze link hiervan uh, ook in de beschrijving zetten van deze video die ik nu opneem. Hè, dan uh, kan je eigenlijk een beetje het verschil zien uh, ten opzichte van uh, een jaar geleden. Hier staat ook echt letterlijk een uh, one year ago hier zo. Nu bij mijn buiswijzer. Dus uh, ga ik even laten zien wat het nu is. Toen verdiende ik 1800 euro. Nou, inmiddels. Uh, ben ik uh, terug in de ICT en uh, ja, schrik niet je verdient gewoon letterlijk het dubbele om, nou, eh, ja, dan, uh, dan uh, dat handenwerk en dan vinden ze het raar dat ze geen uh, personeel kunnen krijgen ja goh wat gek ja als je handenwerk niet gewaardeerd wordt dan, uh, dan krijgen jullie dat uh, fabrieken en zo en uh, mensen die handwerkers willen ja als je zo weinig betaalt dan gaat niemand komen nee maar goed, dit is dus tegenwoordig mijn, mijn loon: een, 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 een dikke 2600. Dat is wel even zonder de vakantiegeld en de dertiende maand. Ja, ik verdien tegenwoordig ook met mijn YouTube wat inkomen. En dat is dan wel een, een gemiddeld uh, genomen bedrag. De ene keer is het uh, 90 euro en de andere keer uh, 130. Dus ik ga er tussenin zitten met 110 uh, euro. Uh, nou, dat weten jullie ook inmiddels van mijn kanaal, hè, dat ik van het gas af ben gegaan en zonnepanelen heb genomen. En dat daardoor de energierekening juist een uh, cashflow uh, ingeeft, dus juist een inkomen is voor mij in plaats van een uh, uitgave. En nu krijg ik natuurlijk op de bankafschrijving wel een, uh, een afschrijving uh, per maand. Alleen aan het eind van het jaar wordt alles natuurlijk uh, door de soldering, uh, ja, wordt de winter tegen de zomer weggestreept. En daardoor krijg ik allemaal belastingvoordeel, waardoor ik op een, een negatief bedrag per jaar uh, kom. En dat krijg ik dan met een plusbedrag, dus op mijn bank uh, uitgekeerd. Dit was dus vorig jaar die 338,66. En uh, dit is dus deze cel gedeeld door 12. Ja, ik heb hem nu gewoon zelf inlopen vullen. Uh, ik heb op een rekenmachientje gedeeld door 12 gedaan. En dan hier ingevuld. Ik had natuurlijk ook het in de spreadsheet kunnen doen. Maar omdat ik alle andere bedragen uh, ja, handmatig per maand invul, uh, heb ik dit dus handmatig gedaan. Wat ik vorig jaar niet mee had genomen, de belastingaangifte, uh, kreeg ik door de hypotheekrente aftrek. En omdat ik uh, uh, vorig jaar ook nog eens zo'n heel laag loon hing, uh, behoorlijk bedrag terug, uh, 2646, ja, is dus per maand uh, ongeveer 220,50 euro. En dit is dan het totaal, uh, een kleine. Uh, uh, 3k per maand wat ik dan uh, uh, netto, uh, netto verdien en per jaar is dat dan uh, uh, een kleine 30k. Nou, uh, ik heb natuurlijk ook allemaal uitgaven, uh, de, vooral de, de hypotheek, dat is natuurlijk de duurste, uh, die wordt elke maand afgeschreven, alleen uh, uh, ik, uh, de rentevastperiode die verloopt over 30 jaar en dan wordt het dus anders, want de rentes die stijgen nu. En als de rente over 13 jaar misschien wel op, op 12% staat, ja, dan eh, loopt dit alweer op tot in de, de duizenden euro's. Dus daar moet ik wel een beetje voor oppassen. Ja, of ik moet de hypotheek dus af gaan lossen in, in 13 jaar. Maar dat wordt van mij vrij lastig, kan ik je vertellen. Nou, ik heb een verzekeringspakket. Er dus zitten eigenlijk alle verzekeringen in. Dat scheelt ook geld. Dat is ook allemaal even tips die ik jullie erbij wil geven. Ja, ik zit dan zelf bij Noord-Hollandse 1816. Als je dan he, je inboedelverzekering, je opstalverzekering, je autoverzekering en uh, de aansprakelijkheidsverzekering in een pakket gooit, dan betaal je dus uh, ongeveer 60 euro uh, per maand. Dus dat scheelt een heleboel. Nou, de zorgverzekering is ten opzichte van uh, vorig jaar als een idioot gestegen. Hè? Dat is natuurlijk door al die. Uh, Zogenaamde gratis corona Ja, die moeten dus wel betaald worden. En die gaan ze nu halen. Want toen was het te gratis. Alleen nu betaal je natuurlijk alles terug. En uh, plus alle belastingen die ze hebben uitgetrokken. Uh, plus de inflatie. Dus ja, nou is de zorgkosten voor zorg uh, dat ik bijna niet gebruik. Of wat ik eigenlijk helemaal niet gebruik. En van de basis gebruik ik niks. En ik betaal wel 123 euro per maand. Uh, echt een insane bedrag. Deze cel. En dan uh, sterretje, uh, sterretjes keer en dan 12. En nou, dit, van dit bedrag, uh, wat ik dus allemaal uh, ja, wegflikker omdat wat ik geen zorg gebruik, zou ik wel mooi op vakantie kunnen gaan. Uh, en ik snap dat het een sociaal systeem is: hè, dat als uh, iemand ziek is, dan betaal jij voor hem of haar. En als jij een keer zelf ziek uh, bent, dan betaalt iemand anders het voor je. Alleen, ja, ik gebruik het nooit. Ja, ik wandel uh, dus twee uur per dag. Ik probeer heel gezond te leven. Ik rook niet. Uh, ik drink bijna niet. Ik neem wel af en toe wat alcohol. Uh, ik doe verder niet aan, uh, aan drugs of zo. En uh, ik probeer dus mijn lichaam ook, uh, ook op zware werkdagen, zeg maar, probeer ik toch twee uur te bewegen. En een andere uh, zit maar op zijn lauwe reet. En zichzelf kapot te roken en al die zorg te gebruiken waar wij al die premie voor moeten betalen. Maar ja, dat is dus mijn mening. En je ziet het. Dan kan ik gewoon, als ik dicht bij Nederland ben, wel twee keer op vakantie. En je kan er wel één keer op vakantie gaan naar Zuid-Europa voor dat bedrag. Nou, we hebben natuurlijk gemeentebelasting. Nou, dat snap ik tenminste nog, hè, dat er onderhoud wordt gedaan aan de riolering en, en de straten, en de wegen hier. En de, hè, de bosjes werden vorige week hier gesnoeid bij het buurthuis. Zo zie je je geld ook letterlijk gebruikt worden. En natuurlijk worden de, de kliko's worden door de vuilnisman ervoor leeggehaald. gehaald. Hij is uh, gedeeld door 12 uh, ongeveer 52 per maand. Dat is ook nog een behoorlijk bedrag. Nou, boodschappen hè, ten opzichte van vorig jaar nog eens een keer duurder geworden. Hier stond vorig jaar 200 nog iets. Volgens mij 210. Dat is gewoon bijna 100 euro. Uh, gewoon bijgekomen voor eigenlijk hetzelfde. Uh, ik heb mijn kwark er ook zelfs uitgegooid. Ik heb wat zuivel eruit gegooid, want het is gewoon echt niet meer te betalen. Dus uh, doe ik het met yoghurt uh, als ontbijt? Want dat is gewoon veel goedkoper. Er zit veel meer in zo'n pak. En, en, en ik doe dus geen gekke dingen. Ik kook, koop gewoon uh, groenten, fruit. Uh, wel wat vlees, wel alleen kip. Uh, zuivel dus. En, uh, ja, en af en toe wat uh, te snoepen. En uh, uh, af en toe een biertje of af en toe wat frisdrank. Dat vind ik ook dat het moet kunnen. Maar uh, ja, meer koop ik ook niet. Dus. En toch is het bedrag als een idioot opgelopen. Hè. De prijs van uh, rijst en aardappelen gaat ook weer omhoog. En graan, vooral rijst en graan. Hè. Graan uh, nou, nog steeds door die oorlog in Rusland. Oorlog in Oekraïne moet ik eigenlijk zeggen. het noemde ik ook vorig jaar ook al. Dat drijft die graanprijs natuurlijk op voor brood en pasta. En voor rijst uh, is het in India allemaal weer niet goed gegaan. Dus krijgen we er ook weer, weer hogere prijzen voor. Nou, de brandstof, ja, vorig jaar stond hier zelfs uh, maar twee, twee of drie tientjes. Nou, tegenwoordig is het toch echt 80 euro alweer geworden. En dan rij ik maar drie dagen in de week. Uh, op kantoor hebben wij een 50-50 uh, uh, afspraak gedaan. Uh, ik ga twee dagen naar kantoor en ik heb twee thuiswerkdagen. En uh, meestal bezoek ik op, uh, meestal elke zaterdag, of bijna elke zaterdag bezoek ik mijn ouders. En die, uh, daar moet ik ook voor in de auto stappen. Want het is 42 kilometer verderop. He, dus he, totaal 84 kilometer bereizen met de auto. Dus ja, die heb ik nou helemaal nodig, benzine. Je loopt niet op paardenpif, zegt mijn vader altijd. Nou, wegenbelasting, die is een eurotje omhoog gegaan. Die was vorig jaar 36, nu is die 37 geworden. Nou, dat valt nog wel mee. Dat is eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Nou, zorgkosten, dat is eigenlijk dus wat ik zei, alleen de mondhygiënisten en één keer de tandartscontrole. Mondhygiënist is twee keer per jaar en de tandartscontrole is één keer per jaar. Is gedeeld door twaalf, is twaalf, per maand. Dus het zijn de kosten eigenlijk niet zo. De waterrekening is precies hetzelfde gebleven als vorig jaar. Ook 13 euro precies. Dus dat is verder niet veranderd de waterschapsbelastingen is zo'n kleine 200 euro per jaar en dat is gedeeld door 12, 15 euro. Wat ik vorig jaar vergeten was mee te nemen is mijn lidmaatschap van de ANWB. Die is 180,50 euro per jaar, kost hier zo dus ongeveer 9 euro per maand. Ja, dus dat zijn uh, ja, lage kosten eigenlijk, vind ik. Ja, je zal maar een keer pech krijgen en je ze nodig hebben. Dan hartstikke handig om uh, te hebben. Dus ik uh, raad ze zeker wel aan om uh, te hebben. Nou, voor de bankpas, uh, die betaalde ik vorig jaar 2 euro voor. Tegenwoordig is het 3,15 euro. Dus die is alweer 1,15 euro gestegen. Ook met alle achterlijke inflatie. Alleen maar om uh, te kunnen pinnen met je pinpasje. Ja, ik zit ook nu uh, op het moment te kijken of ik kan. Uh, ja, niet overstappen, maar ik wil ook een, een tweede bank erbij waar het misschien uh, goedkoper is of misschien helemaal gratis is, maar daar ben ik nog niet, niet helemaal over uit. Internet, daar heb ik wel heel veel in de te kunnen snijden. Ik heb nu een abonnement van uh, 35. Ik moet er wel bij zeggen dat is de eerste zes maanden. Hè. Later wordt dat 50 euro per maand, zoals dus ik hier uh, zo aangeef. He, want er, hier, hier ligt eindelijk glasvezel. Echt wat een feest. Dus ik heb ook de nutteloze tv-signaal eh, eruit kunnen gooien. Ja, dat scheelt gewoon zoveel geld. Nou, telefoon is nog steeds hetzelfde. Ik heb nog steeds Simeo, 3 gig data en 100 belminuten of sms'jes per maand. Daar kan ik prima mee doen. Het geldt ook in Europa, de bundel in de landen die aangesloten zijn bij de EU. Uh, ook in landen die trouwens niet aangesloten zijn bij de EU, zoals Noorwegen, uh, kreeg ik gewoon netjes een smsje van dat de bundels daar gewoon geldig waren. En die waren daar ook gewoon geldig, want ik had heel eventjes het internet daar nodig. Nou, allemaal prima. De kapper, ja, die is wel uh, eigenlijk verdubbeld. Uh, ik ben zelf wel, omdat het nu een ja, tijd van opname is, het nu zomer, ga ik wel iets vaker dan in de winter. En met die warme temperaturen zijn die lange haren voor mij eh, niet fijn. Maar het is uh, uh, vroeger was de kapper uh, 15 euro. Of, of 17,50 of 17, heb ik ook een keer een kapper gehad. Ja, tegenwoordig is die gewoon 20 euro per knipbeurt. Het was dan een van de goedkoopste. Maar die, die het wel goed doet. He, je hebt nog, nog goedkopere, maar ja, die doen het heel slecht, is mijn mening. Maar ja, voor 20 euro uh, ja, wil ik wel mijn haren hebben gedaan. Het is ook een, uh, een beetje een luxe behandeling. Hè? Kapper. Want ik kan het in principe ook wel zelf doen. Maar ja, dan is alles heel lelijk. Eén lengte. Ja, ik vind dat niet mooi. En die kapper die kan van die mooie overloop. Uh, van die overloopjes inscheren. En met dat ondeuzen. Ja, dan hebben we wat meer. Uh, ja, ik noem het meer ja, wat gokbedragen, noem ik het. Hè? Schoenen. Nou, ik neem altijd van die Nike Air Max'jes eigenlijk één keer per jaar, nou die kosten 140 euro. En we, alleen bij kleding is het, uh, ja de ene keer is het een broek en de andere keer een t-shirt. Koop van die DJX broeken op bol.com, die zijn maar 25 euro. Gewoon een net zwarte kantoorbroek. He, gewoon lekker uh, altijd zwart, hoef je niet over na te denken. Dat is dan vooral voor, een vooral voor in de winter. Uh, en uh, ik had laatst uh, een paar t-shirts gekocht, en dat waren dan zo'n zo driepak. Uh, die waren wel wat duurder dan zeemans-shirtjes. Vorig jaar had ik zeemans-shirtjes gekocht, uh, iets van vijf of zo. Alleen dit keer had ik echt uh, het dure merk uh, mail-lines. Alleen uh, ja, die dingen zitten zo ontzettend lekker ten opzichte van die zeemand-dingen. Dat merk je toch wel het verschil in de kwaliteit. Dus daar ben ik wel iets mee omhoog gegaan. Maar ja, of nog, eh, zoals je ziet, ik geef ja, bijna nooit geld uit aan kleding. Want eh, ja, je hebt niet zo heel veel kleding nodig. Het is gewoon zo. Nou, pinbedragen, dat is vooral voor als ik dingen zie op Facebook Marktplaats. Ik had bijvoorbeeld eh, een keer een, een magnetron gekocht voor maar 25 euro. Dus ik heb maar even gemiddeld 10 euro per maand genomen, 120 per jaar. Het ja, is dus onge ongeveer inderdaad, uh, ja. Ik had eerst in gedachten 100 euro per, per jaar, wat ik aan uh, dat soort frutsels uitgeef. Ja, dus ik heb zelfs een beetje afgerond naar, naar boven. Nou, hetzelfde voor dingen bij de bouwmarkt. De ene keer is het een lamp, uh, de andere keer een, een klein plankje. Uh, weer een andere keer spullen voor de auto. Uh, en weer een andere keer uh, fietsonderdelen. Dan komen we eigenlijk ook gelijk met die. Uh, dat ding hieronder, he, onderhoud voertuigen, nou ik heb één auto en uh, maar liefst uh, drie fietsen. <laughs> ik zal eventjes het, uh, het haakje sluiten hier zo. En ja, waarom heb ik drie fietsen? Ik heb één fiets in Utrecht staan, uh, want uh, het is daar natuurlijk een creep met parkeren en uh, hè, als je in de, de spits terug moet, uh, dan kom je gewoon de stad niet meer uit. Ja, dus ik zet de auto ergens neer waar je en gratis kan parkeren en dan kan ik dus met de fiets uh, heen en weer naar mijn werk. Dus ik heb daar een fiets staan. En, nou, en ik had natuurlijk in Ede de fiets die ik al, uh, al jaren heb. Die heb ik wel ooit een keer nieuw gekocht bij de Halford, dus die is al lang, uh, al lang failliet die winkel. En zoals jullie in een eerder filmpje hebben kunnen zien, heb ik nog een tweede fiets, een damesfiets, en die heb ik toen gratis uit de container van iemand gekregen, uit zo'n zo bouwcontainer. Maar daar moesten ze wel wat onderhoud aan gebeuren, zoals lampjes en banden. Uh, ja, soms uh, moet ik naar het OV. Meestal is, uh, is dat als ik naar Amsterdam moet. Hè? Amsterdam of Rotterdam eigenlijk. Alleen die twee uh, steden. Ja, ik uh, haat het. <laughs> ik heb het hier uh, gele hel genoemd. Want uh, ja, ik vind het niet leuk. En, uh, ja, behalve dus als je naar de grote steden moet, hè, dan is het ideaal. Of misschien Utrecht Centrum, dan is het ook nog wel ideaal. Alleen, dan ga ik meestal toch met de auto en dan pak ik dus die fiets. Dat is allemaal veel makkelijker, natuurlijk. Dat vind ik veel fijner, want dat scheelt gewoon heel veel reistijd. Alleen ja, als het naar Amsterdam en Rotterdam moet, de twee echt hele grote steden van Nederland, ja, dan uh, is dat wel slimmer om dat met, dus, uh, met dus die trein te gaan doen. Alleen ja, die, die treinritten die zijn echt veel duurder dan benzine. Terwijl de benzine nu ook al zo hoog staat. En nog is het. ...is het gewoon duurder dus dan auto uh, rijden. Dan ja, willen ze iedereen een aantal ATV hebben hoor. Ja, ik snap ze allemaal niet meer ja, daar in Den Haag. Ik heb ook nog een aantal goede doelen. Het, het KWF en de Hartstichting... Ja, ...geef ik eigenlijk elke drie maanden. Ja, dus ik heb het gedeeld... daar uh, per maand... ...is het dus uh, 6 euro en, vijf, en 5 euro geloof ik. Of 6 en 6. Ja, 6 en 6 is dus 12 uh, euro per maand. Om toch nog een beetje een... Uh, Goed gevoel te doen, en ik ga die goede doelen er ook niet uit uh, doen. En ja verder komen er ook nog uh, collecte busjes en wat weet ik wat voor dingen bij. Nou. maar ook een wat afgronder nou, naar boven gezet. Nou hebben we hier nog allerlei. Nou die heb ik echt ingedumpt van, uh, van 400 naar, uh, naar 100. Ja, want, ja, wat moet je al gekomen met troep die je niet nodig hebt. Ja, behalve als het echt uh, een fles shampoo is van, uh, van de kruidvat of uh, het, dat spulverende douche, die douche gel. Ja, shampoo koop ik dan wel voor bij, uh, bij gewoon de boodschappen bij uh, Albert Heijn Supermarkt. Nou, dan hebben we hier de totaal is dan uh, per maand de uitgave een uh, kleine 1700. Maar ik moet er wel bij zeggen, de ene maand is de uitgave wel 2000. En de andere maand zit je op de uitgave van 1500. Dus dat verschilt bij mij nog wel heel erg. Ik had bijvoorbeeld deze maand moest ik dus al die zorgtoeslag van vorig jaar nog terugbetalen. Dus dan moest ik 322. Deze maand ging er dus extra uit bij de uitgaven waardoor deze maat het bedrag negatief is. Ik zal even naar het verschil gaan, dat heb ik hier dus ook in tekst uitgelegd. Nou, ik schrik er nog best wel van hoe goed ik dan bezig ben. Het verschil is 1272,27, dat is dus wel gemiddeld. Wat ik al zei, de ene maat is duurder dan de andere. Nou, deze maat zou ik dus wel in de negatief zijn geweest. Maar in mei kreeg ik dus de teruggave van de belastingdienst en uh, ik kreeg van die energie dat bedrag terug. Uh, en ik had ook natuurlijk nog vakantiegeld, dat heb ik nu natuurlijk even niet meegenomen. Uh, waardoor uh, in de mei maand juist alles veel positiever was dan de rest van de maanden. En uh, nou ja, met, uh, met dus, uh, nou, sowieso heb ik dus eigenlijk duizend euro over uh, per maand. Nou, en dat ga ik uh, dus stoppen in, uh, in assets, hè, zoals uh, crypto, hè, dat heb ik hieronder uh, even neergezet, investeringen. Hè, uh, ik zit nou eigenlijk uh, door wat misnemingen er wel uh, een tijdje nu gratis in. Hè, nu, ik heb nu nog zes maanden dat ik gratis in, uh, in vier coins zit. Hè, dat is uh, Bitcoin, Ethereum, DAI en uh, een random shitcoin. De random shitcoin is trouwens op dit moment Cardano ADA. He, mocht je het interessant vinden. En ik doe altijd één project bij samen in geld voor 250 per maand. En daar komt dan weer een cashflow uit van ongeveer 16 euro. 15, ja, 15 tot 20 euro per maand komt er dan terug uit. He, die komt dan in de e-wallet en daar zit ik nu ook gratis in. Voor een maand of vier geloof ik. Ja, vier. Het staat duizend euro op de e-wallet, dus zit ik er voor vier maanden nog gratis in en bij, bij crypto zit ik er zes maanden nu nog gratis in. Maar ja, wat gebeurt er meestal bij, bij, vooral bij crypto, na een maand of vier, dan is de koers weer gestegen. En als je dan weer wat winst neemt, dan kan je er weer opnieuw gratis in zitten. En dan blijft, als je dan wat blijft loopen, dan gaat je account dus groeien. He, wat dope altijd zegt: boeien je account moet groeien. Nou, dat gebeurt er dan dus ook. En dan blijf je er gratis in zitten en je krijgt dan steeds meer en meer geld op die rekening. Eh, totdat het eh, eh, een bepaald bedrag is. Ja. En dan eh, ga ik het eh, natuurlijk wel eh, wat winst nemen. Of, of dus wat ik wil, eh, die hypotheek eh, een beetje wat meer aflossen. Zodat het vast goed voor mij wordt voordat ze ja, me gaan naaien met hoge rentes eh, over 13 jaar. En ze was een beetje in het plan. Uh, ik ga krippen gebruiken om mijn, uh, mijn vastgoed af te kopen. Uh, mijn hypotheek af te lossen dus. Zodat ik hier een stuk vastgoed uh, in bezit heb. En die andere, dat is dan ja, in het vastgoed zitten zonder uh, al het gezeik van, uh, van huurders. Uh, ja, en ik heb ook zelf geen, uh, niet genoeg geld om vastgoed pand te bezitten. Ja, dan moet je echt 50.000 euro of meer echt over hebben. Nou, dat heb ik allemaal niet. Dat zit ik allemaal nog uh, helemaal onder. Daar heb ik een keer een berekening laten maken bij Thierry uh, bij Stocking van uh, thuis hypotheken met een Z. Alleen dat gaat hem voor mij dus niet worden. En uh, nou, ik noemde net ook dopen cash. Ik weet ook voor mij dat uh, ja, traden, gaat het bij, bij mij ook niet worden. Want ik ben zelf ICT'er. Ik zit al 8 acht uur achter het scherm en ik wil dan als ik s'avonds klaar ben... ...wil ik toch echt even wandelen of fietsen. Zeker in de zomer als het nog lekker licht is en mooi weer is... ...doe ik dat liever dan alweer achter het scherm kruipen. Maar zo zie je, met een, met een gewoon modaal inkomen is het wel degelijk mogelijk... ...om ja, in ieder geval 1000 euro per maand over te houden voor te beleggen. Nu moet ik er dus wel bij zeggen dat ik... ...ja, nu zit ik dan in die onderste twee graden in. Normaal ging er dus 400 euro per maand in in crypto en, uh, en die 250 in, uh, in dus, uh, ja, een soort vastgoed. Hè. Een uh, crowdfunding uh, ding voor vastgoed is dat eigenlijk. Uh, dus dan zit je op de 750 wat je dan over moet hebben. Dus uh, uh, zit er zit dan nog maar 250 uh, zou ik dan over hebben als ik dat dus niet zo had. En je moet ook natuurlijk gewoon uh, spaargeld hebben voor als je auto je het niet meer doet of je wasmachine het niet meer doet. Daar heb je dat spaargeld voor. Alleen uh, ja, mijn buffer is uh, nu voor een jaar te leven. Dus het heeft niet heel veel zin om te sparen. Uh, ook al hebben we nu weer 1% rente. Ja, de, die, vooral die crypto rendementen die geven mij 30% per jaar en de bank geeft mij 1% per jaar. Dus uh, ja, waarom zou ik sparen? Het heeft nog steeds geen zin. En de inflatie is hoger dan 2% en de spaarrente is 1%. Dus uh, ja, voor mij heeft het echt totaal geen zin om euro's te gaan sparen. En nog steeds potten. Tenzij je dus echt voor een nieuwe auto of zo uh, gaat kijken. Dan heeft het natuurlijk wel zin. Dan heb je echt een doel voor ogen. Alleen op het moment heb ik geen doel voor ogen behalve dus uh, nou, die hypotheek wat sneller aflossen. En. Uh, ja, gewoon een leuk leven leiden. Ik eh, werk nu trouwens in plaats van uh, alle vijfde dagen uh, weer vier dagen. He, dat heb ik ook helemaal vergeten te zeggen. En dus is de kwaliteit van leven toch ook wel een heel stuk uh, duurder. En, en dan heb ik nog wel een dubbel loon dan uh, dat ik uh, elke dag stond te svoegen in die fabriek. Dus uh, ik wil weer zeggen, doe er je voordeel mee. Heb je nou hier wat aan gehad? Vergeet geen duim omhoog te doen. En uh, vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende YouTube-video. Dag allemaal.